Hoi! Hoi! Het was gisteren erg gezellig. 26 november 2011, de dag dat we gingen shoppen. Mm-hmm. En lang geleden dat ik echt met zoveel spullen thuis kwam. Ik niet, maar goed. Ik niet? Nou, wel de dure dingen natuurlijk. Hè? Vooral dure dingen zijn we thuis gekomen. Ja. Dus we hebben lekker geshopt samen met nog een vriendin, Alida Veenstra. Ik weet dat je kijkt, Ali. Heb je je make-up product al uitgeprobeerd? Nee. Want we waren op een zogeheten make-up expeditie. Mm-hmm. Samen met onze vriendin Alida. Want Alida wilde wel eens wat nieuws proberen. Dus, nou, dat hebben wij natuurlijk met beide handen aangegrepen. En we hebben met Alida make-up gekocht. Ja, ja. En dat is flink geslaagd, al zeg ik het zelf. En we zijn voor onszelf ook geslaagd. Nogal. Met name Martine. Bijna in de dus ik begin zo en daarna dan zit ik er gewoon bij voor een of andere meubel, versierstuk. Laten we beginnen. Zullen we beginnen met onze Sephora aankopen? Ja. Ja. Nou, ja. Goed. Het was 2 producten kopen bij Sephora is 25% korting. Dus dat konden wij natuurlijk niet laten. Urban Decay is sinds kort naar Groningen gekomen. Too Faced is een schap waar wij natuurlijk altijd met daar staan te likkenbaarden. Dan heb je ook nog Benefit, Makeup Forever, noem het maar op. Dus ja, het was niet moeilijk om daar natuurlijk aan 2 items te komen. Nope. En zullen we even laten zien wat we hebben? Ja. Het eerste ding is een Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil. Hij wil er niet uit. Ja. En ik heb hem in de kleur Lucky. Nou, een Lucky ben ik zeker, want oh, wat een mooi kleurtje is het. Lucky. Dit zijn ze dus, de potloodjes. Oh ja. Martine heeft ook een 24/7 glide on. Ja, ik heb, hoe zou je dat zeggen? Bourbon? Bourbon? Bourbon. Geen bonbon, nee, bourbon. 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 Dat is een soort koele, donkere bruine kleur. En ik heb een mooi koper, warme bruine kleur. En ze gaan absoluut niet van je hand af. Ja, die is mooi. En ze heeft hem ook op vandaag. Mm-hmm. En dit is een beetje de koele bruine kleur. Ja. Want ik was mijn Makeup Forever potloodje. Ja, die ene die wij een keer een filmpje van gemaakt hebben. L2. Pearl Brown. Verloren. In de bus. Ik hoorde dat zo. Dat was echt sneu. Ik hoorde echt zo. Klinkling. Dacht ik, shit, hij is gevallen. Ik overal zoeken. In de bus, hè? In de bus. Echt nergens te vinden. Iedereen liep die bus al uit. We waren bij Centraal Station. Ik heb nog heel die bus te zoeken. Ik zo, wacht even. Nou, Martien heeft dan nog een potloodje. En ook wilde een 24/7 Glide-on. Oeh, daar gaat hij. Mag ik eens lezen? Ja. Urban Decay 24/7 Glide-on Shadow Pencil. Oh ja, die andere was een eye pencil. Dus dit is ook een soort oogschaduw dus. Ja, daar kan je een hele mooie baas mee zetten. Rehab heet die. En ja, echt wel heel erg mooi. Mag ik kijken? Ja, je mag kijken. Als je het zo doet. Oh ja, mooi. Het is een beetje een koel bruin en er zit een soort roze glans overheen. Dat zal je hier misschien al te erg zien. Kijk, zo een beetje misschien. Maar een hele mooie roze glans zit er overheen. En dat vond ik zo mooi. Ja, en die jongen die bleef maar aandringen dat het heel mooi is bij lichte ogen. Denk ik, nou vooruit jongen. 25% korting. Dan. Als jij het wil, dan koop ik hem wel hoor. Als jij het hoor. Wil. Ja, eerst kwam hij met een ander potlood aanzetten van Dior. Toen dacht ik, dat wilde ik helemaal niet. Want ik ging echt voor de Urban Decay. Hè? Maar ik vind de verpakking ook leuk. Lekker, ja, ik ook. Lekker catchy. Maar die van jou vooral vind ik ja, deze is leuk. Is wat ja. Saaier, maar ook nog wat beheemd. En deze worden een partij hard. Want eenmaal ze opgedroogd zijn, zijn ze dus watervast. Nou, dat zijn ze ook echt wel. Want ik kreeg ze met geen mogelijkheid die swatches van mijn hand af. Zowel bij dat pencil niet als bij die eyeshadow pencil. Want ze zijn ook waterproof, hè? Ja, ja. Ja, ze zijn echt, blijven volgens mij zitten als een huis, denk ik. Nou ja, 24/7 inderdaad. Mag dat ook wel. Ja. Nou goed, je zult denken, waar blijft jouw tweede artikel dan, Willemijn? Die is hier. Een blush van Too Faced, de Full Bloom Cheek & Lip Cream Color in Prim & Poppy. Ja, sinds ik van de warme kleuren ben, moet ik natuurlijk wel wat warme kleuren inslaan. Want ja, die had ik niet. Dus, wat heb ik gekocht? Een mooie crème blush van Too Faced. Martina had deze al in Who's Your Poppy? Ja. Ik heb hem natuurlijk al gebruikt. Dit is mijn grote nieuwe vriend. Het is echt een prachtig kleurtje. Ik heb hem zowel op mijn lippen vandaag als op mijn wangetjes. Oh. En ja, wat moet je er nog meer van zeggen? Zal ik ervan zeggen, hè? Nu is gewoon heel mooi. Nog bij kopen die erbij hoort. Hij is gewoon pretty. Pretty, pretty.
Nou, en mijn dag- en nachtcreme was op, dus ik moest weer nieuwe. En ik had een keer bij de Sephora een tester gehad van Yes to Carrots. En dat vond ik zo lekker dat ik dacht, laat ik eens achterlijk doen. Ik koop gewoon een dag- en een nachtcreme. En toevallig was daar ook 25% korting op het hele assortiment van Yes to Carrots. Dus dat was wel toevallig. Echt heel erg relaxed. Dus ik heb nu de dag- en de nachtcreme. En nog niet geprobeerd, dus ga ik denk ik, zodra die ene op is, en dat is bijna, ga ik hem proberen. En toen kreeg ik ook nog als klap op de vuurpijl, samen met Ali, ook nog een testertje. En kijk hoe mini dit is. Too Faced Shadow Insurance, maar dan de candlelight versie. Dus met een beetje shimmers erin. Is die niet leuk? Zo klein dat die is. Dat is iets schattig. Echt heel leuk. Nou, toen gingen we naar de Hema. Nee, eerst naar de Kruidvat. Ik zou het niet meer weten. Kruidvat. Gingen we naar de Kruidvat. Ja. En daar kocht ik een Catrice eyeliner. Ook leuk. In de kleur Sherlock en Kaki Holmes. Oh, wat leuk. Hilarisch. Kaki of Kaki? Kaki. Oh. Kaki. 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 Hij is een beetje goud legergroen. Ook wel zeer mooi. Toen naar de Hema. En daar kocht ik een borsteltje. Ook een soort schattig klein voor in mijn tas. Als ik dan naar stage ga, ik heb een muts op gehad in de winter, dan kan ik even mijn haartjes kammen. En deze liet ze net op de kachel staan. Die is nu zo'n soort van half gesmolten. Ja. Ik dacht laatst, wat heb ik toch verschrikkelijk weinig basic dingen in mijn kledingkast. Daar ben ik eigenlijk helemaal achterlijk van. Dacht ik, nu ga ik eerst wat basics kopen. Dus ik heb gewoon een lang shirt bij de Hema in het zwart. In het donkere grijs. En een beetje in een cool lichtbruin kleur. Als je denkt, nog wat iets. Ja. Ja. Een kleur. Een kleur. Nou, hartstikke leuk. Doen we naar de volgende. 6 euro per stuk, 18 euro in totaal. Nou, waar gaan we dan heen? Naar de Sting. Ja. Nou, daar was ik eigenlijk niet per se naar op zoek. Maar toen zag ik hem hangen en dacht ik, goh, dat is een mooi kleurtje. Was een blazer bij de Sting. In een taupekleur en een klein beetje glans en wat schoudervulling. En die stond toch wel heel erg leuk. Dus toen dacht ik, nou, dan koop ik die gewoon. Hè, als ik toch wat basics nodig heb. En die was, prijskaartje hangt eraan, 40 euro. En toen zag ik eigenlijk nog wat. En toen dacht ik van, zal ik dat kopen of niet? Weet ik niet. Toen ben ik eerst nog weggegaan met de dames naar iets anders. En uiteindelijk gingen hun weer terug naar de Kruidvat. En toen ben ik toch gezwicht, toch terug naar de Sting. Want ik zag een soort groen, blauw, grijs. Het is een hele... Het is gewoon cool, licht, ja. Legergrijs. Maar het is niet echt... Ja, het is niet ik echt vind grijs. Legergrijs. Het is niet helemaal grijs. Jawel. Ik maar er zit een soort groen in. Groen-blauw of zo. Wat staat daarop? Kaki. Ja, er zit een soort groen in. Groen-grijs, heel vreemd. Ja, groen-grijs. En er zit een heel leuk, hij is er heel lang, er zit een leuk riempje bij. Maar de riem die staat niet, nou ja, op deze plek staat hij niet, die moet ik wat hoger dragen. En toen deed ik hem aan en toen was er nog een verrassing. Verrassing, verrassing. Want in de kraag van dit vestje zit dus ook hetzelfde riempje. Echt superleuk. En hij is heel erg warm. Ik had het echt wel uberheet in die winkel toen ik hem aan had, dus dat is voor de winter alleen maar goed. En deze was 50 euro. Niet heel erg hartstikke goedkoop, leuk. Maar het is leuk. Dus. Hartstikke leuk, meid. Ik vind hem hartstikke leuk. Ik vind hem ook hartstikke leuk. Nou, ben jij er dan al bijna doorheen? Ja. Ja, dan ga je nu naar de schoenenwinkel. Oh, schoenen. Want we waren eerst bij de Sasha geweest, dat komt later. En toen was er zo... Ja, we waren eerst bij de Sasha geweest, ja. En dat was erg leuk. Hadden we twee dingen gezien waarvan we dachten, jemig, dat is duur, maar erg leuk. De rest van de dag hoorde ik Willemijn alleen maar okergeel zeggen en ik roze. Dacht ik, nou, dat komt straks. Maar toen hadden ze ook koelbruine laarsjes en ik wilde eigenlijk wat plattere laarzen. Maar die waren niet meer in mijn maat. Dus toen gingen we naar Scam, heet dat? Ja. S-C-A. Voor degene in Groningen, die in Groningen wonen. Aan het eind van de Herenstraat. Dan kun je daar rechtsaf tegenover de CNA ongeveer. Er zit een winkel, een schoenenwinkel, schraapschoenenwinkel. Met een trap naar beneden. Het heet ook Scam. Het staat voor rotzooi. En toen kocht ik deze. Oplichters. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk helemaal niet echt per se mijn stijl. Maar gewoon een platte laarsgrijs. En een bondje aan de bovenkant en die kan je ook nog helemaal omklappen. Vouw hem eens om. Vouw hem eens om. Ik vouw hem eens om. Vouw hem eens om. Dus dan heb je eigenlijk nog een soort van hele korte laars. Dat zou je ook nog kunnen doen. Eigenlijk best wel schattig. Ja. En dat voor het luttere bedrag van 25 euro. Dat is toch helemaal niks. En ik dacht vanmorgen, weet je wat, trek ze aan. Leuk, van Outfit of the Day. Dacht ik, wat zit die schoen toch raar aan de rechterkant. Bleek dus dat het twee linkerpaar laarzen zijn. Stom. Dus ja, ik dacht dat toen naar de kassa liep eigenlijk even checken. Hè. Dat doen de meeste normale mensen doen dat, maar als je een tiener heet, dan doe je dat niet. Dus morgenmiddag ga ik even terug en dan ga ik ze even ruilen. Maar wel leuk. Dan haal je je rechterschoen even. Haal ik mijn rechterschoen even op, ja. Nou, en toen was het uiteindelijk tijd om weer terug naar de Sasha te gaan. Want daar hadden wij het volgende paar schoenen gezien. Oh my god. Oh, wat is mooi. Oh ja.
Oh ja, ik kon ze niet laten staan. Ik vond ze zo mooi. Nou wacht, eerst die van jou. Want we waren dus eerst in de Sasha. Toen zag Martine dus deze. Toen zei ik, oh Tien, leuk, moet je kopen. Oh, Martine zegt, ja, ik weet niet hoor, ik weet niet. Dat is een beetje erg duur. He? Wel een beetje duur, €95. Wel een hele mooie, coole kleur. He? Maar ja, goed, ik zei, ja, het is wel helemaal jouw kleur. Ja. Het is helemaal jouw kleur. En het is een hele leuke lengte, vind ik. Maar Martine die twijfelde, dus we zouden weer weg. Totdat ik de winkel uitliep en mijn rechteroog in mijn rechterooghoek iets okergeels opving. Ja, daar kan je toch niet laten staan, hallo, wat denk je nou zelf? Twee ritsen gewoon, jongens. 1, 2. En dan matchy. Is toch leuk? Ja, nee, ik vond ze gewoon echt super tof. Echt kick gewoon. Ze waren wel duur, €95. Ik wou zeggen 195. €95, dat vind ik echt best wel veel geld. Ik had dat gekocht als 195. Maar ik vond het gewoon zo gaaf. Ja. Echt zo mooi. En dan heb je twee vriendinnen bij je die je ook niet echt helpen om het niet te kopen. Want die zeggen, nee, ja. Zij zocht allemaal excuses om ze niet te kopen. Ze, ja. En wij zitten allemaal, iedereen, ook die verkopers in die winkel, zeiden van, nou, prachtig, moet je doen. Nou, lang verhaal kort gemaakt. Ik zocht excuses om ze niet te kopen. Martine zei kopen. Dus toen we aan het eind van de dag dachten van, als ik er nog steeds aan denk, als Martine ze koopt, dan koop ik ze ook. Ja, en Martine kocht ze, dus moest ik ze ook kopen. En het haar schuld. Het grappigste is, als ik er nog steeds aan denk, en ik heb, in elke winkel heb ik haar weer een keer horen zeggen van, ja, die okergele schoenen zitten in mijn hoofd de hele dag al. En dan staat ze daar vandoor, die met die okergele schoenen, staat ze te twijfelen of ze het moet doen, ja of nee. De hele dag aan het bla bla bla, okergeel. Koop ze gewoon. Dus toen heeft ze gekocht en dacht ik, ja, daar kan ik niet achterblijven, dus... Ik heb dus een roze schatjes, oud roze, toch maar wel gekocht. Ook een rip uit je lijf, €100. Maar het was wel heel lang geleden dat ik echt een keer hele dure schoenen gekocht had. En ik mag gewoon, want dit is zo'n kleur die zie je bijna nergens. Dus wij zijn helemaal blij, helemaal geslaagd. Volgens mij zijn we door de koopjes heen. Ja. Ja. Jongens, we houden er maar weer snel mee op, want we zijn alweer veel te lang mee bezig. Ons geld is bijna op, dus wij moeten weer aan het werk vandaag om weer wat geld terug te verdienen om wat eten te kunnen kopen. Ai, ai, ai. Maar tot het later. Was hartstikke leuk. Het was hartstikke leuk. Gewoon genoten. Tot later, jongens. Doei. Doei.